statisch, statig gezicht als deze gloednieuwe NH-90 hier in het luchtruim. Hier zien we dus de toekomst van de marine luchtvaart. Maar ook deze helikopter is natuurlijk ultra wendbaar. Het is nog maar veel zwaarder. Maar het heeft zulke sterke motoren en het toestel is helemaal... Vandaag wordt het vliegtuig voorgevlogen door twee Italiaanse fabrieksvliegers. Die ook hier zijn om de Nederlanders te helpen om wegwijs te worden in de NH-90 en alles wat daarmee te maken heeft. Gewoon door één vlieger gevlogen worden. Daarnaast wordt er regelmatig met twee vliegers gevlogen voor verschillende operaties. En hebben we natuurlijk de TACO, de tactische officier die de navigatie bepaalt en de operatie eigenlijk leidt die meegaat. Er zijn eigenlijk voor het vliegtuig om geconfigureerd te worden. Er kunnen allerlei stretchers in dran zijn, maar er kunnen ook 20 man achterin troepen om, voor troepenvervoer. En, ja, de marineversie die zal ook helemaal volgebouwd zijn met elektronica, ook voor de marine taken, het opsporen van onderzeeboten, sonar, dat soort zaken. En de toestellen, de TTH-vliegtuigen die naar Gilserijen gaan, die zijn voornamelijk voor troepenvervoer. Ja, dit zijn nog eens spectaculaire demonstraties. Om eventjes een idee te geven, dit toestel als hij helemaal volgeladen is, is ruim 10 ton zwaar. En dat hangt dan maar aan één rotor en twee geweldige motoren en natuurlijk die computerbesturing, fly-by-wire. Naast de Nederlandse luchtmacht heeft het toestel een behoorlijke toekomst in de hele wereld. In Australië hebben ze er bijvoorbeeld 46 besteld. Maar ook België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen. En zelfs in Albanië, Portugal en in Saudi-Arabië, Spanje en Zweden zoeken dit multifunctionele vliegtuig, deze helikopter, overal tegenkomen en in grote aantallen. De afleveringen lopen een klein beetje achter, maar als het dan ook eenmaal van start gaat, en dat gebeurt nu in het komend najaar, dan gaat het snel. En in 2013 zou in Nederland alles operationeel moeten zijn. Origineel Nederland een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling. Want in 1992 al hebben we samen met Frankrijk, Duitsland en Italië waren wij de vier participating nations en hebben de basis gelegd voor de ontwikkeling van dit vliegtuig, van deze helikopter. Thank you.
prachtig vliegtuig, prachtig helikopter, een mooie lijn. En het toestel is ook als een van de eerste helikopters echt helemaal geschikt om in slecht weer te vliegen. Met ijsaanzetting en al dat soort dingen. Omdat de rotorbladen verwarmd zijn. Die zijn van een kunststof waarin een soort elektrische verwarming zit. En achter op de staart zit ook nog een zwart stukje, de voorrand van de staart, die ook verwarmd wordt. Waardoor het toestel echt onder alle omstandigheden kan vliegen. We hebben dus het toestel hier in Nederland de afgelopen maanden ongeveer 90 uur kunnen beproeven. En de eerste resultaten zijn zeer succesvol. Nou, je kunt het ook zien hoe hier gevlogen wordt. Dat is echt uniek met zo'n helikopter. En het is leuk omdat u bent echt de eerste die dat ziet in Nederland hoor. Want hij heeft nog nooit in Nederland gevlogen op een airshow. En dat kunt u uw kleinkinderen nog een keer vertellen. De NH-90, gevlogen door Italiaanse fabrieksvliegers, een unicum en de toekomst van de Nederlandse luchtmacht en marine.